FC Groningen speelt morgen thuis tegen Excelsior. Groningen kan niet beschikken over de geblesseerde Johansson, Enevoldsen en de geschorste Koreaan Suk. De selectie van FC Groningen heeft tijd nodig gehad om de ruime nederlaag tegen Heerenveen te verwerken. Natuurlijk knagen, dat soort dingen aan je. Maar een van de grootste valkuilen waar je dan in kunt stappen is om dingen helemaal te gaan veranderen. Dus dat wil ik ook zeker niet. Ik wil de goede dingen benadrukken die we duidelijk hebben laten zien. En die moeten er uiteindelijk voor zorgen dat we straks gaan klimmen op die ranglijst. En dat we resultaten behalen die passen bij de manier van spelen. De dag na de wedstrijd hadden we toen nog wel last van. En de dag daarna hadden we vrij. Ja, dan speelt het ook nog wel. Maar daarna moeten we weer op... Moet het versier weer op Excelsior en dat is ook gebeurd deze week. Pieter Huistra kan tegen Excelsior beschikken over de nieuwe spits David Teixeira. Hij krijgt de voorkeur boven Niklas Pedersen. De Uruguayaanse spits maakte in zijn eerste week in Groningen een goede indruk op zijn teamgenoten. Dit is wel een jongen die heel erg zelfstandig is, al op jonge leeftijd eigenlijk. Maar tegelijkertijd moet je dat natuurlijk nooit onderschatten. Als je vanuit een heel andere competitie komt, je zit zo net koud 1 of 2 weken bij een nieuwe ploeg. Daar moet je ook niet verwachten, dat kunnen wij ook niet, dat het allemaal opeens soepel en automatisch allemaal verloopt. Dat hij precies weet wat er gevraagd wordt. Dus dat is niet zo. Daar hebben we deze week wel zoveel mogelijk bij geholpen. Ik ben erg benieuwd morgen hoe dat uitpakt. Ja, hij is een bewegelijke spits die heel goed kan scoren. Die kan gewoon heel makkelijk scoren. En dat hebben we zeker nodig. Dus ik hoop dat hij er morgen wel een paar inprikt. Al is communiceren met de Uruguayaan lastig. Ja, hij verstaat heel goed Spaans, maar mijn Spaans is niet zo heel goed. Je spreekt Engels of in handgebaren maak je hem duidelijk wat je van hem verwacht en wat je wil. En dat gaat prima hoor. Ja, dat is ook. Er is zoiets als een internationale voetbaltaal. Ja, zoiets. Voetbaltaal is heel simpel. Hoor. Dat kan ook met handgebaren en af en toe een keer schreeuwen, dan is het heel duidelijk. Tegen degradatiekandidaat Excelsior moet gewonnen worden. Ik denk dat wij thuis altijd moeten winnen van Excelsior. En ja, zeker in deze fase is overwinning gewoon heel belangrijk. En ja, dan moeten we morgen moeten we gewoon vanaf het begin staan en er volop vliegen. En gewoon die wedstrijd in winst omzetten. Voelt dat ook als een extra druk, het moeten winnen? Nee, niet als extra druk. Iedereen wil gewoon heel graag winnen en ziet dat niet als een druk. Kijk, wij zijn ook voetballers en wij willen ook graag winnen, net zoals iedereen binnen FC Groningen. En wij gaan er morgen alles aan doen om die wedstrijd te winnen. We zullen erop vliegen, maar we zullen ook geduld moeten hebben denk ik tegen Excelsior. Want die zullen toch wel verdedigend spelen en we moeten ze gewoon kapot spelen. En we hopen veel te scoren, maar het is belangrijk dat we gaan winnen. Het duel begint morgenavond om 17:15.